De kern van de longrevalidatie is dat mensen met hun beperkingen zich vaak minder fit voelen. Ze zijn moe, ze zijn kortademig. En de grote kracht van een longrevalidatieprogramma is dat je daar wat aan doet. En aan het eind van zo'n programma voelen patiënten zich absoluut fitter. Ze hebben meer energie en ze kunnen de dingen die ze graag willen doen, maar niet konden, kunnen ze nu ineens wel doen. De manier waarop wij dat aanpakken is dat wij niet voorgekauwd klaarleggen wat de patiënt moet doen of moet laten, maar dat wij die patiënt zelf aan het denken zetten. En daar zit hem de kracht in, dat mensen zelf dat vertrouwen weer terugkrijgen en daarmee gewoon ontzettend grote stappen gaan maken.